wietsensnaak met de wijn van deze week. En wat me verbaast, je gaat het hebben over Beaujolais Primeur, maar dat mag toch nog niet of zo? Hoe werkt dat? Goedemorgen, Harry. Ja, nou, het mag wel. We mogen het wel gaan proeven. Het wordt pas officieel de derde donderdag in november op de markt gebracht. Maar ja, ik denk, in business class wil ik jou wel de primeur geven om de Beaujolais Village Nouveau 2017 te proeven. Je neemt de sportiviteit in acht. Je kunt het wel bestellen nu, maar je kunt nog niet. Je krijgt niet eerder geleverd dan de 16e. Nee, we leveren keurig de donderdag uit, de derde donderdag in november. Maar mensen kunnen het wel vandaag al bestellen, deze week. Ja, het is een Franse wijn uiteraard. Ja, het is van Domaine Rosquillon. De wijnmaker is Bruno en Valérie Coporet. En zij zijn oorspronkelijk onze Fleury-leverancier. Maar ze maken ook Beaujolais Nouveau. En ik, eind van deze zomer dachten we al, het wordt echt een fantastisch jaar. Kijk, je kent de hype van de Nouveau. In de jaren 70-80 was dat heel groot. Maar als er ook eerlijk gezegd heel veel rommel werd op de markt gebracht. En gelukkig is het kaf van het koren gescheiden. En dit is een voorbeeld zeg maar, van een proefmaas, Harry, je hebt echt de primeur. Want wat is er nou zo bijzonder aan de bereidingsmanier dan? Nou, deze druiven die zijn geoogst op 8 en 9 september. Het was fantastisch weer. En dan gaan ze een proces in, dat heet macération carbonique. En die druiven worden afgesloten van het zuurstof. Ze gaan compleet als druiventrossen worden ze afgesloten. Er komt de koolzuurgas bij. En dan begint het rijpingsproces met behoud van al dat mooie jonge fruit. Wat vind je ervan? Ja, nou, het is een hele jonge wijn. Het is echt heel jong. Kersen, bramen, frambozen, een beetje banaanachtig. Maar heel toegankelijk. En Beaujolais is eigenlijk een vrolijke feestwijn. Ook heel feestelijk en vrolijk netjes geprijsd. Voor slechts €7,95 per fles. En mijn tip, ja, ik weet niet of ik voldoende heb, maar mijn tip zou zijn voor de gast of voor de kijker. Drink een paar flessen misschien komend weekend vanaf donderdag. En hou er een paar flessen, hou die achter. En trek die gewoon in maart, april van 2018 ineens open. Want het is net of je een babyfleury in huis hebt gehaald. Want die wijn die begint nu zich te ontwikkelen. En met de goedkopere kwaliteit zul je dat nooit redden. Want dat moet je echt eind van het jaar op hebben, zeg maar. Maar mijn tip, 3 flessen of 4 flessen opdrinken komend weekend. De rest eventjes bewaren. En dan zal ik je garanderen, ik ben geen beleggingsman, maar zal ik je garanderen dat je iets lekkers in huis hebt gehaald. Oké, en nu bestellen dat kan. En ik heb 16 november geleverd. Ja. Oké. Bedankt zover. En wilt u meer informatie over het bestellen, kijk dan op onze site.